Hij schreef reportages voor de Haagse Post, NRC en Elsevier. In 2014 werd hij gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson. Hij schreef daarover twee boeken. Parkinson Hotel en Parkinson Hotel Boodschappers van de Dood. Mijn gast vandaag is Frank van Empel. Welkom, leuk dat je er bent. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Zoals ik al zei in mijn inleiding, je hebt de ziekte van Parkinson. Hoe gaat het vandaag met je? Vandaag heb ik een moeilijke dag. Het is 30, 31 graden. En dat is niet mijn favoriete weer. Het was vroeger wel, maar nu niet. Nu is het te warm. Ja. Ja, de boekjes komen uit 2018, is het tweede deel verschenen. Ja. En daarin lees ik hoe je je struggelt en staande houdt. Wat is er allemaal nog gebeurd na die tijd? Ja, heel goede dingen eigenlijk, want toen, als ik me goed herinner, 2018, toen had ik ook paranoia verschijnselen. Oh, wow, dat is heftig, ja. En nu voel je je eigenlijk wel beter? Ja, ik voel me eigenlijk hartstikke goed, behalve dat ik een beetje moe ben. En ja, en af en toe een beetje instabiel. Ja, maar dan val ik dreig achterover te vallen. Maar ja, ik denk, ik ben 68 en gewoon andere oude mensen die hebben hetzelfde. Je beschrijft het inderdaad ook in het tweede boek, dat je naast je ziekte inderdaad ook gewoon ouder wordt en lichamelijke klachten krijgt daarin. Ja, maar sommige dingen blijven, dat is gitaar spelen en voetballen. Op zich, ik doe aan wandelvoetbal nu, dat is een langzame versie. Wandelvoetbal? Dan mag je dus niet... Dan mag je niet rennen? Nee. Nee, is dat moeilijk? Want je was altijd heel sportief natuurlijk. Om dan... Dat is heel moeilijk, want ik moet eigenlijk van mijn conditie hebben en die heb je daar niet nodig bij wandelen. Nee, dan moet je juist zo langzaam mogelijk proberen te doen. Ja. Ja. We gaan even helemaal terug naar het begin, denk ik. Ik denk dat het goed is om ook de mensen die kijken wat van de achtergrond te vertellen. Want je hebt deze twee boekjes geschreven, Parkinson Hotel en deel 2. Waarom wou je die boeken schrijven? Ja, eigenlijk om een voetafdruk na te laten als ik dood ben. Oh. En voor mijn kinderen vooral. En eigenlijk een uitdaging van iets te schrijven wat ook mooi is om te lezen. Een beetje een literaire aspiratie, maar zijn aanzetten tot. Want die literaire aspiraties, had je die altijd al? Ja, ik heb vroeger op middelbare school al dingetjes geschreven, maar en in redactie gezeten van basketbalclubs en zo. Maar dat had geen literaire aspiraties. Nee, nooit gedacht van ik ga ooit nog een keer een boek schrijven. Nou, boeken schrijven, dat wel, maar... Niet in die literaire aspiratie. Nee, ja, je hebt natuurlijk ook, voordat dit uitkwam, ook al heel veel geschreven en heel veel gedaan natuurlijk. Moeten die... Ja, dankzij Ischa Meijer en Sjoen Janssen van Galen, die mij echt op het spoor hebben gezet van goed geschreven artikelen. Ja, want ik zei het inderdaad in mijn inleiding, je hebt gestudeerd. En toen ben je vrij snel bij de HP, de Haagse Post, terechtgekomen. Ik ben 24 in Amsterdam, ja. Dus er lag een wereld voor je open wat dat betreft. Ja, ik weet nog goed dat mijn vader me naar... Die reed met me naar Amsterdam. Ik kwam echt uit de provincie, hè. Ik heb 3 jaar in Amsterdam gewoond. 3 jaar? Een heftige tijd. Een heftige tijd? Veel geleerd en veel kennis opgedaan, denk ik. Ja, Ischa Meijer, dat is een apart verhaal. Dat vond ik zelf de beste schrijver en hij had echt de journalistieke methode van dingen van tevoren laten lezen. En dan nam hij de vrije teugel om te schrijven wat hij wilde. Als je akkoord ging met je tekst, dan had je dat ook gezegd. Hij had de ballenverstand van economie, maar hij steunde me altijd in mijn strijd tegen onder andere de feministen. Emma Brunt, de name, die wilde toen €400 of gulden erbij voor de bijstandmoeders.
En ik ging om puur economische redenen, dom. Er tegenin. En Koos is van mij altijd mijn kant. Was echt je maatje wat dat betreft? Nou ja, ik heb één keer heb ik het hem gevraagd. We hadden één keer in de maand een avondvergadering in een of ander café. En toen vroeg ik, Isra, ik snap er niks van. Jij bent altijd, als ik op arbeidstijdverkorting schrijf of over koopkracht, waar jij er echt geen verstand van hebt, kies je toch altijd voor mij als het om die artikelen gaat. Ja. En toen zei hij, jij lijkt zo op mijn zoon. Ah, oh, dan had hij zelfs nog vaderlijke gevoelens voor je dat dat betreft. Ja. Ik wist niet eens dat hij een zoon had, maar... Nee, ik eigenlijk ook niet, maar hij heeft je dus echt onder je hoede genomen en de kneepjes van het vak geleerd. Hij tikte ook gewoon op een kofferschrijfmachine. Als je één typfout maakte, dan is het een woordje is, de S, vergeten of zo, dan draaide hij alles weer uit. Toen ging het veel papier uit de typewriter. Mm-hmm. En begon hij opnieuw. Een literaire psychopaat. Een literaire psychopaat zelfs. Dat is een ander beeld dan een mooie omschrijving. Maar in die trant ben jij opgevoed in het schrijven wat het betreft. En daar heb je ook geprobeerd mee te nemen in deze twee boeken. Je kiest, ze heette Parkinson Hotel. Kan je uitleggen waar dat voor staat, die titel? Parkinson Hotel was eigenlijk gejat van de Doors, Morrison Hotel. Het is zo dat het hotel, ik ben Frankie, ik bied onderdak aan mensen zoals Parky. Ja. Dus ik ben een hotel voor hun. Je hebt eigenlijk Parky heb je op bezoek, wat vertel je inderdaad. Het gaat over het ouder worden en de kwalen die je daar mee krijgt. Dus, ik heb eigenlijk even nagedacht wat nou de rode lijn is. Dat zit hem toch in de vorm en de stijl. De vorm is... Die vind je heel belangrijk. Ja, de vorm dat is... Dat zijn anekdotes. Hoe ben je dan op die vorm gekomen? Wanneer dacht je... Bijvoorbeeld in het eerste, ik ga Frankie en Parky met elkaar laten spreken. Ja, die dialoog die zit er in het begin erg in. En die verdwijnt een beetje als er ook andere elementen komen, zoals mijn eigen ervaringen bij de HP. En andere anekdotes. Ja, ik had het idee dat ze in het eerste boekje nogal aan het strijden waren samen. Daar maken ze ruzie. Dat ze hier soms het ook nog wel met elkaar kunnen vinden en met elkaar ook in gesprek gaan over allerlei dingen. Ja, dat klopt. Parky is eigenlijk een geest. Het is gewoon een parasiet die zich dus ingraaft in Frankie in dit geval. Hij moet zich aan Frankie kunnen voeden, eigenlijk als het ware. Ja, die kan dus wel praten, Frankie, en die kan wel... horen en voelen. En trouwens, heel apart is dat Parkinson-diagnose wordt, kan dikwijls al heel vroeg gesteld worden als ze naar de reuk kijkt. Want ik ruik dus niks, maar ik heb het wel in mijn geheugen opgeslagen. Dus als ik zeg maar, als het trek gaat regenen, jij zegt van het regent, dan weet ik hoe dat voelt. Van vroeger uit. En dan krijg je dat binnen qua... Ja, qua secundaire impuls, zeg maar. Ja, dus dan zit dat toch nog ergens opgeslagen. Ja, ik had op een gegeven moment van de week... zat ik bij een vuurkorf, bij een vriend zat ik een kop koffie te drinken. Had die vuurkorf aan. Hij zei ineens, het stinkt hier naar rubber. Toen bleek ik dus met mijn schoen tegen die vuurkorf aan te drinken. Maar ik wist meteen wat hij bedoelde en hoe het zou ruiken. Het was alleen dat je het zelf niet meer rook. Ja. Ja. En was het ook, want als je in jouw boek leest, je hebt heel lang gezocht van, goh, nou heel lang. Mensen zeiden van, het is niks. Je hebt een muisarm die een beetje trilt. Je hebt stress. Die is er niet. Ze hebben me volgespoten met botox. Ook nog, ja. Omdat ze die trilling weg wilden hebben. En dan word je ineens aangesproken. Ja, die trillingen die verdwijnen vanzelf als je dus, je wilskracht aan bent.
eigenlijk is dat het rode lijn in mijn boeken, is dat ik wilskracht heb en die zit in je voorhoofd. Ja, hier hè, in je, ja. En die wil die, om te leven en te, door te gaan, die zit daar. Ik moet zeggen dat de mensen om me heen me ook wel uitdagen om door te gaan. Hoor. Want je zei net al een klein beetje, daar komt dus ook nog een derde boek, Parkinson Hotel 3, waarbij je druk is aan het schrijven. Kan je vertellen waar dat over gaat? Ja, dat gaat over excursie naar het Rijk der Geesten. Dat gaat over de Algeest. En een zoektocht naar de Algeest. Dus de vraag is, veel mensen die kennen wel iemand die dood is gegaan, maar ze kennen niemand die er ooit van teruggekomen is. En toch is een mens heeft een lichaam en een geest. Ja. En, maar als een mens doodgaat, waar blijft die geest dan? Dat is de grote vraag, waar die blijft. Ja, waar die dan blijft. En daar ben je aan het opschrijven en mee bezig in je ja, nieuwe ik boek. Heb me dus verdiept in de allerkleinste dingen, dus de kwantummechanica en de hele grote dingen, maar van sterren en heelal en ruimte. Oké. Om dat allemaal toch mee te nemen, ook in je boek en in je verhaal. Ja. Ja. Maar ik moet eigenlijk zeggen dat de eindredactrice, die is mijn eigen grote liefde, dat die nog helemaal moet kijken en die ding is meedogenloos. Dus, die schrapt en die zegt, ga maar terug naar de schrijftafel. Dat schrappen dat was met de HP altijd, dat ze altijd blind zeiden dat ze eerst alleen niet konden schrappen van mij. Oh. Dan moest ik nog op gang komen. Doe je dat dan nou? Je spreekt dan denk ik tegen een computer en dan wordt het opgeschreven? Of hoe werkt dat proces nu? Kleine stukjes kan ik op de computer inspreken en dat die dan in deel 2 heb ik er dan meer gebruik van gemaakt. Ik tik nu gewoon op de computer gewoon met 10 vingers blind. Toch nog steeds zit dat erin? Maar langzaam. Veel langzamer. Nou, ik ben heel benieuwd naar het derde deel en wat er nog allemaal uitkomt. En ik wil je ontzettend bedanken dat je hier was vandaag voor dit mooie gesprek. Ja, sorry dat het af en toe wat hapert. Het ging heel goed volgens mij. Ik ga nog even zeggen dat de boekjes Parkinson Hotel, het eerste deel, en Parkinson Hotel, deel 2, Boodschappers, te koop zijn. Maar ook te leen in de bibliotheek. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot ziens.